Goedemiddag jongens, ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Jullie weten natuurlijk dat ik een ontzettende Marvel fan ben. Ik volg alles van de Marvel Cinematic Universe. Ik lees de comic books. Ik speel de games, althans de games die goed zijn. De laatste die ik heb gespeeld was Marvel Spider-Man uit 2018. De volledige playthrough staat trouwens online op mijn YouTube kanaal. Maar vorig jaar kreeg ik daar voor het eerst een behind closed doors look bij Marvel's Avengers. Uitgegeven door Square Enix, gemaakt door Crystal Dynamics. En die gameplay presentatie viel ontzettend tegen naar mijn mening. Het zag er een beetje uit als een mediocre standaard action adventure game in de comic book variant. En het leek weinig exceptioneels te doen. Nu gaat deze game een soort van Destiny, hoe moet je dat noemen? Framework. Gaat die achterna, waarbij de focus vooral op online gameplay komt te liggen en het levelen van je character en samenspelen, missies, bazen tackelen, waarschijnlijk misschien in de toekomst ook nog raids, ik weet het allemaal nog niet. Dit is de eerste keer dat ik hands-on ga met de game. Dit is de PC-versie. De PlayStation-versie had natuurlijk vorige week een closed beta voor iedereen die de game gepreorderd had. Dit is de PC-versie. Hier gaan we 60 fps in ultra-wide spelen. En kijk gezellig met me mee. Nou, oké, jongens. Daar zitten we in de game. Marvel's Avengers. Ik heb dit een tijdje geleden mogen aanschouwen op de E3. E3 van vorig jaar. En toen heeft de game niet heel erg veel indruk op mij gemaakt. Ik hoop dat er inmiddels een hoop veranderd is. Ik verwacht het eigenlijk niet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat voor een game dit nu precies is. Want het is niet je standaard superhero game. Het lijkt een beetje te lenen van het Destiny model. Ik weet niet of dat iets is wat mijn voorkeur heeft. Maar het is wel iets unieks, denk ik, voor een superhero game. Dus laten we heel even gaan kijken of het tof is. En we spelen uiteraard op normal. You know that old saying, never meet your heroes? Well, I did. Dit kennen we natuurlijk van de E3 demo. Awesome. The Avengers were everything I imagined. Ik kan niet wennen aan hun looks. Thor, Tony, check it out. At once. Try to keep up. Oeh, daar gaan we. You waiting? Yeah, obviously. Figured I'd let you catch up. Whoa. This just got a whole lot more interesting. Let's make this quick. Where? Thor, see if you can clear a path on the bridge. Aye. Go, go, go! Het is jammer dat de cutscenes niet in ultra-wide zijn. Oké, we beginnen met Thor dus. Een van de voordelen van PC, naast de ultra-wide mogelijkheden, is natuurlijk het feit dat je de game met 60 frames per seconde kan spelen. In deze beta is het max 60 frames. Ik weet niet of dat ook in de full version zo gaat zijn. Oh. Dit voelt nog een beetje basic aan allemaal, maar... Understood. Stay behind me. I will deal with them. We got you, Thor. Oké, en die moeten we dus aan de kant rammen. Hoe doen we dat? Zo. This should be fun. Thor, who are we dealing with here? They did not introduce them. Huh? Heb ik ze alle twee geraakt? The shield issue. I'll get Commander Hill on the line. They picked today for a reason. Ja, de impact in ieder geval voelt goed. Impact van de wapens. Oh. Ik wilde hem eerst redden. Die zag ik net te laat. Crystal Dynamics is dus de ontwikkelaar van deze game. Kennen we natuurlijk van het fantastische van de fantastische Tomb Raider reboot. Ik heb daar in ieder geval erg van genoten.
weet niet, man. Thor voelt een beetje log aan. Dat is ook nogal buttermashy. Ah, Bony Park is binnen. En we hebben ze niet eens allemaal? Laten we alsjeblieft snel met Tony Park gaan spelen. Zijn redelijk makkelijk te slopen. En ik ben al best wel vaak geraakt, maar toch zie ik weinig van mijn leven af. They fly now? Ja, het is hier nog steeds bloedheet, jongens. Anthem vliegt beter. Not gonna lie. Het is wel lekker spectaculair hoor. Raak hem dan! A to ascend and B to descend. Oké. Okay. Oh, wauw. Waar ben ik door geraakt? Ja, dit zijn wel echte Iron Man moves, hoor. Ja, dit mag ik wel. Oh. Oh, shit. Het zijn hele kleine arena's, dus als je 1 meter te ver vliegt, word je gelijk teruggezet. Why is it moving? Someone's initiated the security protocols. The Chimera's autopilot has taken over. You'll need backup. We're heading back. Negative. Secure the bridge. Those weapons can't get into the city. Copy that. You're up. But we got a hook. Ah, dit is een toffe actiescène. Dit ziet er dope uit. Hij lijkt een beetje op die eerste Hulk. Die door Edward Norton gespeeld wordt. Dus niet de eerste, de tweede eigenlijk. De eerste is Eric Bana. Als je de hele oldschool versies niet meerekent. Hij beweegt wel behoorlijk log. Zoals je misschien ook wel van de Hulk verwacht. Redelijk ver springen. Ik moet zeggen, ik heb hem op... Oké, dat kan dus. Ik heb hem op Dynamic Resolution Scaling staan. Om 60 fps aan te tikken. Maar de resolutie is wel behoorlijk laag hoor. Ik denk dat ik dit, als het zo blijft... Dat ik dit in 30 fps ga spelen. En ik hoorde dat de PlayStation 4 Pro versie ook best redelijk draait.
Dus misschien dat ik die ook nog even ga checken. Hoppakee, daar gaat hij. Het level ziet er wel echt mooi uit. Ik had wel graag gezien dat de hulk wat sneller liep. Thunderclap! Nice. Heel nice. Kijk. Dit is wat je wil zien. Dat zijn vette moves. Allee, ik ben een Spider-Man guy. En als ik met Spider-Man wil spelen, heb ik maar één optie. Dat is PlayStation. Dat is wel echt verschrikkelijk. Sure, Nat. Seems like the reactor's malfunctioning. I'm getting strange readings on the monitors, like we're being pulled to a heat signal in the bay. Down! Nat, it's going to this. Repeat that, Cap. I'm having trouble here. Nat, do you read? Here we go. Oké, okay, ik kan ook nog bepaalde combo's uitvoeren dus. Okay, hier moet je parryen, lijkt het. Als het überhaupt nodig is. De combat is wel heel basic hoor. En de camera werkt ook niet al te goed mee af en toe. Ah, ik dacht dat je met de heavy attack ook wel eens een schild kapot kon maken. Maar je moet er overheen jumpen. Ja, dat is wel een move die hij ook in de films doet. Wat zijn die dingen die ze droppen? Het is wel elke keer duidelijk, als er heel veel mannetjes om je heen staan, moet je gewoon LB en RB doen. Ik weet trouwens niet of deze campaign uit een comicboek komt. Ik hoop het wel eigenlijk. Sonic bomb? Are you kidding me? Thought the UN outlawed those years ago. Let's have a look, shall we? Is dat de Taskmaster? Dat is een entrance.
Ja, volgens mij wel. Daar komt hij. Taskmaster. Zit natuurlijk ook in de nieuwe Black Widow film. Ik weet nou niet wanneer die nou officieel uit moet komen, maar... Natuurlijk al lang... ik dacht dat die in mei had moeten uitkomen, of... misschien zelfs nog eerder. Je wordt trouwens niet bestraft als je per ongeluk het verkeerde knopje indrukt, jongens. Tony Park. De choreografie is echt uitstekend trouwens. Echt heel goed gedaan. Ja. Ze hoeft niet te herladen? Probeer op die motoren te schieten, maar... Ik vond Taskmaster altijd echt een hele saaie tegenstander, om heel eerlijk te zijn. Ik vond zijn superpower gewoon dom. Gaat hij nog wat terug doen? Ik wou het zeggen. Oké, dat was een vette move. Die deed ik zelf wel namelijk. Dacht ik. Oké, press right trigger to use Widow's Grapple to counter attacks with blue. Counter attacks with blue or yellow indicators. Oké, dat is precies wat ik deed. Toch? Oh. Hey, dat gaat verkeerd. Het ding is gewoon, de gameplay is gewoon niet zo heel erg leuk. Althans, de combat. De gameplay is nog te vroeg om er wat over te zeggen natuurlijk, maar... Het zijn wel coole moves. To piece it together? You giving up? Not the chance! Where is your investigation left? But you're not the brains behind this. And this smells like distraction. I'm done talking! Coward! What's the matter?
times, take better notes. Ik ben niet zo'n fan van quicktime events. Ik wil gewoon zelf alle stoere dingen doen. Dat was ook een beetje bij Marvel Spider-Man zo. Wat een geweldig game was, maar af en toe zaten er iets te veel van dat soort knoppen combinaties in. The world will remember this day. The day their heroes failed them. Oké, dan heb je een hele vette battle. En dan wordt het beslecht met een quicktime event. Het voelt gewoon niet goed. De city is collapsing. Damn it, they played us. Steve, can you hear me? Get the hell out of there! Peter! Screw this. Waar is Captain? Was hij nog aan boord? Nog steeds? Oh, Miss Marvel. 5 years ago, the Avengers paraded technology, causing damage. Ja, nee, dit werkt goed. Our beloved Captain America was killed during the attempted theft of this technology. Fake news, fake news. Thousands of other innocent people died, and many more still bear the scars of what has come to be known as A-Day. Hundreds fell sick, encased in strange cocoons, only to emerge with dangerous, otherworldly powers. With no known cure, the disease has spread across the country, and while both S.H.I.E.L.D. and the Avengers promised to rectify the situation, it was Dr. Banner's testimony that brought about the end of an era. You so-called heroes transformed San Francisco into an infectious, gas-filled quarantine zone. You unleashed disease-powerful beings that wreak havoc throughout our nation. Many still lay dormant, unidentified. So I ask you again, Dr. Banner, do the Avengers pose a danger to society? Yes. Their activities outlawed the once mighty heroes. Ze hebben echt 8 keer de wereld gered of zo. Ik kan er niet tegen dat de mensheid zo snel flipt. Liquidation of Stark Industries. Dr. George Tarleton, himself a victim of A-Day and founder of Advanced Idea Mechanics, thinks science is the solution. Oké, hij is de bad guy natuurlijk. Kan niet anders. Dat moet de plot twist zijn. I don't have those answers, but I can promise you this. I will use this second chance to make you safe. AIM will find a cure for the inhuman disease. Okay. Dit was dus de openingsmissie van Marvel's Avengers. Laat ik 2 dingen zeggen. In eerste instantie, de game qua campaign lijkt me leuker dan ik in eerste instantie heb gedacht. Weet je, er zitten vette rollercoaster ride missies bij. De choreografie is on point. De gevechten zijn dope. De omgevingen die waren, nou, ondanks dat ze super lineair zijn, komen ze toch wel vrij dynamisch over met wat er allemaal in beeld gebeurt. Dat is echt heel erg top. Dat is echt heel erg top. Het multiplayer aspect hebben we nog niet kunnen checken. Dat gaan we zeker later nog checken. Ik weet niet hoe dat gaat werken in deze game. Ik ben er wel benieuwd naar, maar ik zit er eerlijk gezegd niet op te wachten. Doe mij gewoon maar een superhero game met een hele vette campaign. En ook al is die maar 10 uur, mag natuurlijk langer, maar ook al is die maar 10 uur, ik kijk er liever naar uit om een heel vet comicboek verhaal te spelen dan continu missies te moeten grinden en elke keer hetzelfde te moeten spelen. Dat ken ik al. Dat is in Destiny. Waarschijnlijk is het iets beter uitgevoerd in Destiny. En dus dan speel ik ook gewoon liever Destiny. En ik ga niet meerdere games van dat kaliber spelen. Jongens, dit was Marvel's Avengers voor de PC. Laat vooral hieronder in de comments weten wat jullie ervan vonden. Ik ga het waarschijnlijk ook nog wel even een keertje livestreamen. Misschien nog dit weekend. Zodat je erbij bent. Twitch.tv/CoastGK, waar we altijd live zijn in de cloud. En ik zie je dan daar, jongens. Ik wens jullie nog een hele fijne middag. Later.